Burgers en winkelcentra in de binnenstad nemen de voorzorgsmaatregelen die de regering in verband met COVID-19 heeft genomen serieus. Onze nieuwsdienst nam vandaag een steekproef aan de Domineestraat. We vroegen aan enkele voorbijgangers wat ze van de maatregelen vonden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Is een sociale afstand of social distance een van de belangrijkste punten? Meneer, we hebben gezien dat u zich zo net heeft gereinigd. Dat is een van de maatregelen die men treft. Wat vindt u ervan? Nou, ten eerste is het sowieso belangrijk dat we onszelf moeten beschermen. Het is niet zomaar een maatregel welke getroffen is natuurlijk. Dus het heeft natuurlijk een achterliggende gedachte. Dus veiligheid, dat staat natuurlijk vast. En ik vind het prima. Ook is het zo dat er nu ook een maatregel geldt. Partiële lockdown. Tussen 8 en 6 moet niemand op straat zijn. Heeft u daar moeite mee? Persoonlijk ik. Niet echt. Simpelweg vanwege het feit dat ik rond 9 uur, 10 uur al thuis ben. Veelal. En eigenlijk moeten we het zo zien. Het is eigenlijk meer tijd voor ons om door te maken met onze familie onder andere. En ik probeer dus het positieve eruit te halen. Dus ik denk dat we het eigenlijk allemaal zo zouden kunnen aanpakken. En Evan zegt social distance, maar je weet wat dat is. Ik slaap de hele dag. Als ik van het werk ben, is het baden, eten, slapen. Maar wat heb je dan gehoord van COVID-19? Je moet echt voorzichtig nu zijn, man. Je moet je aan de regels houden. Ja. Wat zijn de regels? Alles ontsmetten. Ja. Ja. Evan, zo is ook social distance. Dus zo net zag je een beetje te dicht op je collega's hebben gezegd. 1,5 meter tot 2 meter afstand houden. Oké? Okay? Zullen we dat doen? Jawel. Be safe. Thank you. Zelfde. Ook hier voor een van de winkels in de binnenstad. Zien we dat de sociale afstand wordt gehouden. Er zijn rode streepjes geplakt, zodat men die afstand in acht kan nemen. En we zien dat mensen zich goed proberen te houden aan de regels. Om dus op die rode lijnen te staan. En eerst hun hand te reinigen voordat ze de winkel binnengaan. En we zien dat er ook zo'n bekendmaking is gezet. Beste klant, gelieve uw mondkapjes en handschoenen vooraf af te doen en uw handen bij de daarvoor bestemde wasbak te wassen. Ik verkoop mijn wasmi-anu, temseri mijn wasmi-anu, telesmako mijn gire mijn denspoiti toe. Ja, want uno wan asike en asike anu fu kondre. En mi ababribi in garo dak anu kan komoro di Alexander luno. Ook een moro bundas alasma o de freibaka. Wa me firen, wa me saka legi. Mi bank rekenen legi. Me firen, en mi jaitak me firen. So les mes dona also da watra il wan lona mi aisa de wet ma esuko. Mano nengre aben. Al da pam tang. Me ka yep de me gden betre tu, mano mkonja, uno wani. En me begi alasma, met de hodem china also, want Latour is de font too. Dat mi ijs heeft ze. Mi knapa mo fedoro, mi buurjang heeft ze, mi tegen kegno. Heb de man tegen om gastraat, moet je binnen blijven, want de doofpita in zee toch? Ano jere ago de wipen. A you self soeken. Im tam mek usi fa augo, dat alasam kan kombu baka. Want u wan skoro op u wan roko. So uno mantang. En mijn excellentie ook toe, dat ik van een serie, waar je nog op, van de dwang aan u, want je moet op de wan om pij. Dan pot wan san juno, dat pij op tien sommer minder. Dat me begilantie toe. Carla Boetius met een reportage vanuit de binnenstad van Paramaribo.